Wie is er bekender in Canada? Jeremy Weatherspoon of Jonathan de Guzman? Ik denk nu, met de gebeurtenis nu, dat ik misschien ietsjes meer in de media komt. Is er veel aandacht voor jou daar? Ja, zeker. Ik denk heel veel familie, vrienden steunen me natuurlijk. En ja, het is dan natuurlijk heel fijn om dat te voelen. Maar ook tv en zo? Ik bedoel, kijken die mensen naar het WK om jou? Ja, het is een hele multiculturele land natuurlijk. Dus ze kijken natuurlijk naar het WK voor andere landen. Maar ik ben natuurlijk ook oorspronkelijk Canadees. Dus natuurlijk kunnen ze ook natuurlijk voor mij kijken. Hoe voelt dat eigenlijk? Want jij bent de eerste niet-Nederlander die voor Nederland op een groot toernooi is. Hoe voelt dat voor jou? Ik bedoel, voel jij je bent Nederlander en je zult ook wel Nederlander voelen. Maar hoe zit dat Canada-gevoel bij jou dan? Ja, als je heel goed nadenkt, is het natuurlijk heel bijzonder dat ik als kind van 12 jaar naar Nederland ben verhuisd. En dan 13, 14 jaar later ben je op het WK in Brazilië met Nederland. Dus het is natuurlijk heel speciaal voor mij. Maar met de jaren wanneer ik in Nederland heb gewoond, voel ik me ook Nederland. Maar wel doel bereikt. Ik bedoel, daarom deed je het. Ja, uiteindelijk wel. Het zat niet in mijn achterhoofd toen ik 12 was natuurlijk. Maar een beetje toch wel, of niet? Nou, het is natuurlijk om het eerst te bereiken bij Feyenoord. En later besefte ik me dat ik Nederlander kon worden. En ja, toen ging het in mijn achterhoofd van, het is misschien een hele grote kans voor mij om ook voor Nederlands elftal te spelen. En die keuze heb ik toen in 2008 gemaakt. En het is natuurlijk heel mooi uitgekomen. Hoe groot is de kans dat dat een basisplaats wordt? Ik bedoel, een genaturaliseerde Canadees tot Nederlander die in de basis staat tegen Spanje. Hoe groot is die kans eigenlijk? Ja, dan moet je maar aan de bondscoach vragen. Ik probeer altijd mijn best te doen op de training. En ik voel me nu fit, dus laten we maar daarop wachten. Want jij had last van je hamstring. Is dat helemaal weg? Of voel je daar nog iets? Of hoe zit dat? Ja, ik train volledig mee met de groep. Dus ik heb geen pijn of reactie gehad. Dus ik ben fit geklaard. Hoe moeilijk wordt dat tegen Spanje? Want je zou zeggen, dat is wel dat is een absurd goed team. Ja, zeker. Zeker. We zijn niet voor niks wereldkampioen geweest. En het team is eigenlijk een beetje hetzelfde als 4 jaar geleden. En het is gewoon een wereldteam die heel goed de bal laat rondlopen. En het is gewoon een hele grote test voor beide ploegen. Ja, en ik denk van, zo was Van Gaal namelijk ook van plan te spelen met jou, dat jij daar ook een aangewezen persoon voor bent. Veel meer dan Klaasie bijvoorbeeld, wat toch een ander soort voetballer is. Maar daar wil je natuurlijk niks over zeggen. Nee, natuurlijk niet. Het is natuurlijk aan de bondscoach die maakt uiteindelijk de beslissing. En wat ik net zei, ik probeer altijd mijn best te doen op de training. En ik ben natuurlijk ook fit geklaard, dus ik wacht op mijn kans. Hoe bijzonder is het trouwens om hier in Brazilië aan zo'n toernooi mee te doen? Ja, natuurlijk. Het is een heel mooie cultuur. Hier komt voetbal vandaan. Het is gewoon heel mooi om hier te zijn. Merk je daar ook iets van? Nou, we zijn natuurlijk heel erg bezig met training en voorbereiden naar de wedstrijd toe. En ik denk dat wij we zijn heel veel bezig met de volgende wedstrijd en natuurlijk met het voorbereiden. Dus je merkt het wel heel af en toe, maar ik denk dat jullie het meer merken dan ons. Of zijn jullie ook erg bezig om het Braziliaanse volk in te palmen? Want jullie gaan op het strand lopen. Nou, dat zie je andere ploegen niet doen. Jullie zijn erg toegankelijk. Dat vinden ze hier echt super apart, hoor. Nou, het is misschien iets goed voor de verandering om eventjes op het strand een coolie down te doen. Is het ook leuk? Ja, ik vond het voor hartstikke leuk. Waar zit het leuke dan in? Want ik kan me ook voorstellen, als er zo'n mensenmassa op je afkomt, dat je helemaal een ongeluk schrikt. Nee, we zijn ook, de beveiliging hier is ook wel heel goed. Dus ik voelde me gewoon veilig. En ik ben bijna nooit op het strand, dus het is wel heel leuk voor de verandering. Lekker weertje. Heerlijk.